Okay, la, laat ik daar meteen ja. over, over doorgaan. Want goed, Max Master had ik vorige keer al over. Um, waar ik wel eventjes over wil orakelen, ook over ja. VR-game, is Batman Arkham Shadow. Oh. oh? Dankjewel, praat er even over. Want Lee? ik zag op Twitter zag ik een filmpje van. Hoe heet die acteur ook alweer? Die Frodo speelt in Lord of the Rings. Oh, uh, oh. Elijah. 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 Elijah Wood. Ja. Hij speelt blijkbaar Scarecrow in, oh. in Batman Shadow. Okay. En door tweet kwam ik erachter dat er een nieuwe Batman Arkham game is. So en hilarious. toen keek ik de tweet eronder. Zag ik, iedereen zegt inderdaad van, oh vet, ze maken een super vette nieuwe Batman Arkham game die tien mensen gaan spelen, want ja. hij is voor VR. Ja, hij is, hij is zelfs exclusief voor de Quest 3. Oh, wat? Echt mega niche in, in een mega niche. Wat? Ja, het, het, het slaat helemaal nergens op. Um, en, en ik dus wil een ook... nieuwe Batman Arkham game en hij is er en ik kan hem niet spelen. Nee, ja, je kan hem spelen als je een Quest ja, 3 ja, hebt. Ja, nee, dat heb ik niet. Um, en je wil hier haast een Quest 3 voor aanschaffen. Het is zo insane goed. Dit is dus gewoon, oké. Okay, uh, het is een, een werkelijk een hele nieuwe Arkham game, inderdaad. Uh, en we hadden jaren geleden bij PlayStation 4 die tech-demo van Batman. Mm -hmm. uh, en daar kregen we een beetje een. Uh, dat je in een Batcave, uh, ja. Uh, een klein beetje het gevoel dat je in, uh, als Batman, zeg maar. Makes you uh, feel like Batman, uh, precies. Uh, en nu inderdaad is het gewoon een full-fledged Arkham game. waarin je dus gewoon uh, het pak van Batman aantrekt. Is, maar uh, is, het, en, is het echt. Waar, vergelijkbaar naast, naast Ar Arkham City, uh, ja, Arkham Knight. Ja, dat niveau. Ja. ja, maar wat is maar de actie? Is... Wat, wat is de actie? Het, verschillende dingen. Dus je hebt gewoon: oké, okay, um, je hebt verschillende soorten battles. Je hebt, je hebt gewoon uh, brawling, om het maar even zo te ja. zeggen. Um, en dat werkt heel cool, omdat um, de game die uh, selecteert, zeg maar, een soort van een bad guy voor je. En dan zie je in beeld wat de beste actie is om die bad guy aan te pakken. Elke bad guy die heeft zo zijn uh, beste manieren om hem om te pakken, zeg maar. En dus zie je in beeld. Hij uh, heeft een slechte knie. Trap hem. Nee, zo. Uh, niet zo letterlijk, maar wel. Uh, <laughs> geef mijn linkshoek, geef mijn rechtshoek. Okay, uh, ja, ja. uh, of snel achter elkaar, uh, dat soort dingen. En uh, terwijl je dat doet, staan er ook nog andere characters Juist. om je heen. Andere bad guys. Maar dat is heel en iconisch die, voor de. En die vallen guys. je ook aan. Juist. En dus moet je counteren terwijl je dat aan het doen bent. Ah, ziek. Um, en het is een workout. Holy shit. fitness game. Het is bijna een fitness game Sick. inderdaad. Okay. Maar dan heel erg tof. Want een fitness game, who gives a shit? Okay. Uh, maar als Batman in uh. die game kon schoppen, dat is uh. heel tof. Nu niet Alfred, um. ik ben mijn kont aan het trainen. <laughs> <laughs> en ook daar, want uh, daar kwam ik erop. Je hebt uiteraard, ook als Batman heb je zo'n grappling hook. Uh, en die kan je ook gebruiken als je aan het brawlen bent. Want sommige gasten die hebben bijvoorbeeld een schild. Oh, let's go. En dan moet je hem, uh, en, dan, brup, en dan die schild. En dan doen ze een soort van... Duiken ze een beetje naar je toe? Nee. Zijn ze kwetsbaar? Kan je ze een, een vette uppercut geven? Um, maar je, je hebt ook bijvoorbeeld een soort van dash move... waarin je heel snel achter de vijand komt te staan... Mm -hmm. en hem een choke kan doen... of een, een, een map van achter kan geven, dat soort dingen. Um, Bro. Je voelt je echt als Batman in die Arkham Games. Het is gewoon zoals die games waren... maar nu dus in first person, in VR. Nu voel ik pas um, van nu voel ik van. Maar. En wat ik, wat ik heel knap vind... Um, en, en dat, ik denk dat dit misschien wel de beste oplossing is die ik tot nu toe heb gezien. Het, het probleem in VR is, is dat je hebt nooit tegendruk hebt. Dus, bijvoorbeeld in, in uh, een tennisgame. Uh, je hebt altijd een mismatch, omdat je voelt nooit The die ball, bal tegen juist. jouw racket aan. En dus, je dus, weet ook nooit hoe hard je slaapt. Dus je voelt ook niet je vuist tegen iemands gezicht. Exact. Komen, je, je, voelt, je bent aan het battlen, ja, maar, ja, maar jouw ja. vuist gaat altijd door of zo. Snap je een beetje wat ik bedoel? Je hebt nooit die tegendruk. Die en dus, ze moeten op de een of andere manier moeten ze in-game visueel Moeten ze laten zien hmm. dat je dus die, die, die connectie maakt, zeg maar. Weet je yeah. En dus wat, wat doen ze, en dat is heel clever. Elke keer als je dus iemand raakt en hem vol raakt, gaat hij even een fractie van een seconde in een slow-mo. En dus ah. heb jij elke keer het gevoel van. Baf! Ah. Yes, ik Baf goed, goed, goed. yes, ik Juist. heb hem. Baf! Yes, ik heb hem. En Juist. dan kom je op een gegeven moment in een flow terecht. En there I say it, het lijkt af en toe een beetje op Beat Saber omdat je hebt allemaal die characters om je heen. En je bent aan het blokken. En aan het, aan het ja, knallen. Ja, ja. En ja, het is het spectaculair. Is jongen. Het is echt heel vet. Um, maar dat is dus het, het stukje. Uh, brawling. Je hebt ook nog stealth natuurlijk, want yep. dat zit ook heel erg in die Arkham Games. En dat is ook super vet. Dan heb je een soort van x-ray vision. Uh, kan je door gebouwen heen kijken. Weet ik wat. Dan zie de bad guys lopen. Die lopen met vette guns. En dus die moet je met stealth moet je die aanpakken. En nou komt het. Dit is ook echt een nerd momentje, jongen. Dus jij staat bovenop een, een hoog gebouw bijvoorbeeld. En je kijkt naar beneden en daar lopen guards lopen rond ja, bijvoorbeeld. Ja. En op een gegeven moment heb je één guard en dan weet je van oké, okay, die wordt nu niet gezien door de rest. Dus ik, ik kan ja, hem nu kan ik hem pakken. Dan spring jij dus van het gebouw af en dan moet ik letterlijk mijn handen spreiden met die controllers, oh, nice. want dan ben ik dus ja. naar beneden aan het zweven en kan ik echt, zeg maar, zo sturen naar die bad guy vet. toe, totdat ik daar ben, druk op het knopje, baf! Ja. Ah, dat is echt, ja. it Le never gets old. Seriously, nee. dat is echt Holy zo. Hoe erg is de er nadruk op navigeren en platformen? Is dat ook een beetje... Ja, het zit, het zit er ook in, um, ja. maar ook die puzzels die je in Arkham hebt, mm -hmm. die zitten erin. Um, ik ben niet zo thuis in het hele universum van Batman, dus vergeef me dit, maar die, die bad guys, de Red. King of zo? Of dat ja, de Red, Red King? Ja. Know, Red King. Ja. Uh, niet de Joker dus, want dat is mm -hmm. eigenlijk in al die al, uh, andere Arkham. En de Riddler. En de Riddler inderdaad. Maar er zitten wel ook dat soort puzzels in, waarin ik af en toe echt zat van: ik, ik, ik weet echt van gekkigheid nu niet wat ik moet doen. En daar heb ik echt een half uur vastgezeten. Uh, weet jij wel waar in de tijdlijn dit zich afspeelt ten opzichte van andere oh, games? Want, want Arkham nee, Knight eindigde wel een beetje een soort van. van... Ik weet, nee, ik weet het niet. Ik oprecht. Okay, ik okay, weet het okay, niet. Prima. Uh, het enige is, en, en daar weet ik ook dus helemaal niet. Of niet helemaal de linkjes mee, zeg maar. Maar je speelt als Batman. Yeah. Maar je speelt ook een, je speelt een soort van dubbelrol. Want je speelt ook een, een, een soort van random bad guy. die dus zit opgesloten in die asylum. Mm -hmm. um, en dat speel je dus ook. Oh, vet. En ik, nogmaals, ik weet niet helemaal. Want ik ben niet zo thuis in het hele hoe, universum. Dus... Hoe heet hij, weet je nog? Vergeef het me. Ik, ik, ik weet het niet meer. Ik heb, ik heb hem ook nog niet zo ver gespeeld. Ik okay. ga hem doen voor VR-view. Ik heb er nu, nu een uurtje of vier in zitten of zo. Uh, en ik denk dat ik uh, best, wel, best wel aanzienlijk voor een VR-game toch? Die zijn meestal niet zo lang. Dit is echt een full-fledged uh, game. Ik denk zeker dat je twintig uur in kan pompen. Dit is, echt... dit, dit is echt gewoon een volledige game. En dit, dit en... blijft exclusief voor die. Uh, van... Ja, want dit is gewoon in samenwerking met Oculus Studios dat gedaan. Niet. Facebook die heeft hier gewoon, ja, of Meta. Dus het heeft gaat nooit worden. naar PlayStation VR2. Nee, komen. ik ben bang niet van niet. Nee, nee, nee ik ben bang van niet. En oh, dit is ja, wat ik zeg. Dit is, dit, is, dit is misschien wel. Zijn de er ook voor VR? Zodat je het op een beeldscherm kan spelen? That, nee, nee. Nou, ik weet bijvoorbeeld dat uh, Half-Life Alex hebben ze een mod voor. Dat, oh, je, hem, dat je hem zonder VR kan spelen. Maar ik bedoel meer van: oké, okay, dat, oh. je, dat je zeg maar de, de MetaQuest-exclusieve uh, game emuleert op een andere VR-headset. Natuurlijk illegaal, maar. Ja, en ik, weet, het. en ik weet niet zo goed. Er zullen vast ook manieren zijn, maar ik weet niet zo goed hoe je de game, zeg maar, van je headset naar je PC krijgt of zo. Nee, Om dat te delen. Oh, en... het is alleen op je headset. Ja, man, het is een Quest 3 exclusive. Oh, wat?